MojoFest is bijna ten einde. Ook dit jaar waren er weer honderden journalisten en andere makers op dit festival in Galway. Hoe hebben zij het ervaren? Wanneer je hier rondloopt, dan spreek je met mensen, bijvoorbeeld van de RTI of net was er iemand van de BBC aan het praten. Mensen die dagelijks met de voeten in de klei staan, zelf aan het werk zijn en die... Ja, die gewoon hun verhalen vertellen. De manieren waarop zij hun verhalen maken, waar zij hun inspiratie vandaan halen, dat is zo vet. En ik ga straks weer terug naar Utrecht met allemaal ideeën. Ik heb overal ideeën gestolen eigenlijk, of geleend, om weer items te gaan maken. Ja, dus inspiratie, daarom ben ik hier. There was so much to take in. There was so much different experience and information. Starting, you know, like something very practical, like... To like knowing what to download as apps for one aspect or another, the whole story, Insta story usage of it, like, and just hearing other stories from professionals, it's pretty amazing. Aside from meeting old friends at this stage, you realize you're part of a community. You realize that these are people who, wherever they're coming from, they're doing similar things to you. They're using similar technology to you. So wherever you are in the world, in your own country, you might feel like, it's only me doing this. You come to MojoFest and you realize you've got friends and colleagues and other people who are doing the same thing as you. They're trying different things. They're trying to create content, different types of content. So you're not alone. You're part of something. To me it was great and it was life changing for me because last year especially because it helped me shift my career and focus on storytelling via mobile, and today I'm here and I like a lot the workshops. I'm benefiting a lot from them. Kijk, weet je, de apparatuur en alle randzaken die zijn leuk, spannend, zijn toffe dingen, maar je wordt toch altijd weer herinnerd aan dat het begint en eindigt met een goed verhaal. En dat het gaat echt om verhalen vertellen en dat je met zo'n apparaatje toch wel dichterbij kan komen en verhalen kan vertellen die nooit anders verteld zouden worden.